Een spannende avond voor deze game-liefhebbers. Dinsdag probeerden ze als een van de eerste in Nederland de PlayStation Vita uit. Dat gebeurde tijdens het launch-event van de nieuwe spelcomputer in Utrecht. Ik ben een Formule 1 race game aan het spelen op de PS Vita. Geweldig apparaat, heel goed uit. Goed uit, ja. Echt een beetje PlayStation 3 beeld, echt helemaal goed. Ja, de graphics zijn echt topnotch voor een handheld. Echt heel goed. De PS Vita is een connected device. Dat betekent dat gebruikers altijd en overal kunnen gamen met wie en wanneer ze maar willen. De PS Vita is zo gemaakt dat het niet alleen is om perfect games te spelen, maar daarnaast een device wat ook altijd online is. Dus waar je altijd contact hebt met het PlayStation Network, waar je vrienden in zitten. En je kan ook zien in de omgeving wat er gebeurt, wat je vrienden spelen, waar ze zich bevinden. En al die zaken tezamen maken dat PS Vita gewoon een hele unieke game ervaring biedt. Ik vind het heel erg mooi dat je op verschillende manieren dit spel kunt spelen. Waaronder de touchscreen, wat eigenlijk nog nooit is gebruikt in de mobile gaming. Behalve dan de smartphones. Dus het is zeker iets waar ik naar uitkijk. Thuis beginnen aan een game. Meenemen. Verder gamen. En thuis gewoon ook weer verder gaan. Gewoon gamen waar je zelf wil. Op dit moment zijn er ruim 80 games voor de nieuwe spelcomputer in ontwikkeling. Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel games in ontwikkeling. Naast de fantastische Day One line-up gaan er natuurlijk het hele jaar nog veel meer games uitkomen. Eigenlijk de bekende games die je ook kent van je home console, van je PlayStation 3. Ja, ik heb hem zojuist besteld. En ik kan eigenlijk niet wachten totdat hij binnenkomt om het zelf even te proberen. De gameliefhebbers moeten wel nog even geduld hebben. De PS Vita is vanaf 22 februari in Nederland te koop.